Erik Gerritsen, directeur KNVB, zojuist op het veld het verlossende woord. Hè. Waar gaat het EK 2021 heen? Het is Amsterdam geworden, weer in Nederland. Hoe blij zijn jullie? Waanzinnig blij, ja. Ongelooflijk blij en trots dat we na 2017 in 2021, dus 4 jaar later, het alweer mogen organiseren. Met de tussenstap 2019 in Antwerpen in België. Dus heel blij en trots. We had our open bid process, started last November. And yet again the Dutch Federation have put forward a fantastic bid. The bid is very much athlete-centered. We have an inclusive program and a diverse program. Covering para-hockey, urban events and of course the main event. And so we're delighted to be back working with our national federation partner in the KNHB. Wat kenmerkt jullie bid eigenlijk? Nou, wat we bewust hebben geprobeerd uit te stralen is niet alleen het succes van 2017 benadrukken, maar ook echt laten zien dat we het heel graag willen. Dat we er weer nieuwe dingen aan toe willen voegen. Dat we heel enthousiast zijn om het graag te willen en dan doorbouwen op wat er in het verleden is gedaan. En niet een vanzelfsprekendheid. Het is gewoon extra aantonen dat we heel eager zijn om evenementen te organiseren. Omdat dat heel belangrijk is voor de hockeysport. Was it especially about the diverse program and that Amsterdam is being chosen? Well, I think the main thing is it's athlete-centered, but of course it's a festival of hockey, really, and they bring all the things together, and that's what makes it such a special 10 days of hockey, that you can come and see the best players in the world play, going for a European championship gold medal, but alongside that it's inclusive of all the other elements of hockey that we have, and we as European hockey love to show that. Last year in 2017, Amsterdam was also the host of the European Championships. Was it also something in your mind, like how that went? Of course, it was a great event, not just for EHF, but for hockey generally, and of course the KNHB, I think. So when you see how well the events are hosted, then it's also a consideration that you know such an important competition for us is in safe hands. Wat kan het publiek verwachten? Natuurlijk het grote het hockeytoernooi, maar is er meer? Hè? Zit er meer in het vat? Ja, klopt. Er zit meer in het vat. We gaan ten eerste, het draait om de 10 dagen tophockey in het Wageningen Stadion straks. Met uniek weer de beide toernooien. Dus zowel de dames als de heren. Dus 10 dagen lang hopen elke dag, in ieder geval elke dag een Nederlands team, dames of heren. Dus hopen op 10 dagen een uitverkocht huis. En daarnaast hebben we ook weer heel veel side events gaan we organiseren. We gaan het EK para-hockey in het evenement verweven. We gaan met urban hockey aan de slag. We gaan andere landen hier naartoe halen om kennisuitwisselingen en bijeenkomsten te doen, zoals we hier ook in Breda weer gedaan hebben. Dus ja, we gaan er heel veel, heel groots omheen bouwen. Samen met de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse hockeyclubs. Dus heel blij en trots.